Kijk, als je iets wilt doen, ga er binnen, wacht tot de deur dicht is... en zeg even wat op een normale manier. Maar ga niet bij de deur staan schreeuwen als een speenvarken. En na een wedstrijd heeft het geen enkele zin wat om wat te zeggen. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Zeker als je net verliest. Dat die Stevens zo scheelt, of is dat zo? Ja, nou, die praat. Oh ja, dat is waar ook, ja. Dat doet hij wel. En ik moet hier aan toevoegen... Huub zijn vrouw vindt dit zo erg. Ja, en daarom doen we het nog een keer. En dat is echt een hele lieve vrouw. Ja, is echt een schat van de mens, inderdaad. Ja. Dat is wel een beetje lullig. Ja, hoe die Huub eraan gekomen is? Ja. Nou, is ook een... Huub die kan toch niet zeggen van... schatje, ik hou van jou. Dat kan toch niet? Dat komt toch niet uit die bek? Nee, maar kan jij het wel dan? Nee, ik kan het ook niet. Nee, wanneer ik het zeg, klinkt het heel ongeloofwaardig. Ja? Ja. Maar je hebt een Française, die is van de amour, die is van de liefde. Dat valt wel mee, hoor. Ja, die is niet echt van de liefde, nee? Dat valt wel mee, ja. Ja? Dat dacht ik ook. Ja. Dat is niet echt gebleken, begrijp ik. Nee. Nee? Nee, die heeft wat Nederlandse trekjes. Maar jullie zijn toch voor de romantiek zijn jullie naar Drenthe vertrokken... om elkaar meer te zien en dichter bij elkaar te zijn, en toch? Ja. Maar... Ik heb nou al problemen met RTL. Ik wou thuis geen probleem. Nee. Maar dat komt allemaal weer goed, toch? Oh. Of niet?